Hier zaten wij. Hier zat ik al eens vroeger met een paar vrienden en dan hadden we Albert Heijn hier op de hoek. En dan was het, had je 1,50 euro en had je appelkoek en een blauwe drink en je kon gewoon chillen. En dan was het, meer hadden we niet nodig. De documentaire laat zien hoe Zaltbommel is omgegaan met de problemen toen het in 2010 escaleerde. En met welke oplossingen ze sindsdien zijn gekomen. Maar voor de maakster ervan, Lienke Roos, gaat het eigenlijk over een veel groter onderwerp. Overal leven mensen langs elkaar heen. En ik denk dat dat ook echt het doel is van de documentaire, om te laten zien van, maar we leven met elkaar. En het is heel belangrijk dat we elkaar ook laten weten hoe we ons voelen en meningen kunnen delen. In de documentaire zien we met welke oplossingen de gemeente en de gemeenschap aan de slag zijn gegaan. Er is aandacht gestoken in sportveldjes, gezamenlijke sporttoernooien en buurtouders zijn ingezet. Lienke heeft veel gesproken met die buurtouders. Ze zijn eigenlijk begonnen pak een beetje 10 jaar geleden met puur het rondlopen door de wijk. Aanspreken van jongeren, proberen de Marokkaanse gemeenschap dus samen te brengen met gemeente, met de woonlinie, met de politie. En echt ja, eigenlijk de lijnen uit gaan zetten. En het feit dat het voornamelijk Marokkaanse vaders zijn en die dus daar die rol zijn gaan pakken, vind ik gewoon ja, heel erg mooi dat dat op die manier eigenlijk het voorbeeld is van een vorm van integratie. Waarbij het ook draait om goed naar elkaar luisteren. En volgens sommige jongeren gebeurt dat in Zaltbommel te weinig. Ik denk dat het in het verleden ook zo was dat wij als politie, als wij op een hangplek kwamen, dat wij uit de auto kwamen en zeiden, legitimatie, weet je wel. En eigenlijk nooit het gesprek aangingen met jeugd. En ik denk dat dat nu iets is van de laatste tijd dat we juist wel zeg maar, het gesprek aangaan. Hoe gaat het met je? Wat vind je eigenlijk? Wat vind je dat wij moeten verbeteren? Heb je feedback aan ons? Hoe moeten wij dit aanpakken? En wat verwachten zij van mij of van ons? Op 15 maart gaat de documentaire Tweespraak in première in het Cambium College in Zaltbommel. En aansluitend is het de bedoeling dat de bezoekers met elkaar in debat gaan over de toekomst. Ik denk dat het al heel veel beter gaat. En dat ze dus inderdaad echt samen zijn gaan werken. Maar om nou echt te zeggen van ja, het is opgelost. Maar ik denk dat Zaltbommel wel als een voorbeeld kan dienen van goh, hoe gaan we hier samen mee om?